je al in je eigen woonkamer gestaan? Nee, nog niet. Soms is het een beetje lastig, want dan zie je die rode stip niet. 8 meter 10, dus dat klopt. Nee, dat is 8 meter 40. Ja, plus 30 centimeter. Dus aan de binnenkant 8 meter 10. Wat doe je iedere woensdag hier? Dan loop ik samen met Marjan de architecten ronde op de bouw om te kijken of alles volgens plan verloopt. En of dat de aanneming vooral netjes werkt. En tot nu toe is dat gelukt? Ja, we zijn heel erg tevreden over de uitvoerder. Maak je nou van alles een foto? Nee, ik maak niet van alles een foto. Ik maak van sommige dingen die ik straks niet meer kan zien, maak ik een foto. Maar wat is dit dan? Dat is een anker van een kolom. Een anker? Een anker, ja. Dus hier komt straks een kolom op te staan met een voetplaat. En dat zit in de, dat zie jij straks niet meer terug, hè? Dat zit in je vloer. Straks kom je hier zeg maar binnen, hier, ja, dit is je bijkeuken. Dit is de woning van Ina en Corine, hè? Ja. Ja. Je komt hier zo de trap naar boven toe. Dan kun je daar zeg maar in het raam gaan zitten. Gaat hij nu andersom? Hij gaat zo toch? En dan zit hij daar? Zo, en dan gaat hij oh ja, dan gaat hij dan omhoog. Ja. Gezellige muziek ook, Martjan. Heb jij die uitgekozen? Nou. Dus aan de buitenkant is die 30 bij 30 bij. Zie jij nou wat dit is? Waar kijk je nu? Waar kijk jij? Oh, hier naar de fundering van de appartementen. Ja, ja, dat zien we wel. Dit is 5. Dit is appartement 5. Ja. En waar die meneer nou naar beneden nou, toe gaat? Hier zie je voor, zeg maar. Ja, wij noemen dat oneerbiedig even het klompenhokje van Kitty en Martin. Het klompenhokje, oké. Okay. Ja, zo heb ik het altijd genoemd. Dat weten ze zelf ook. En waar die meneer nou naar beneden gaat? Is dat de kelder? Ja, nee, dat is die wordt opgevuld nog. Dus dat is eigenlijk dat is geen kelder. Dat is eigenlijk een kruipruimte, als het ware. En er komt gewoon weer zand in? Ja. Zwembad? Ja. Leuk. Dat moeten we dus in de gaten houden. Hier zitten heel veel luchtbelletjes in. Dit is geen goed beton. Ja, het is wel goed beton. Het is wel sterk genoeg. Maar het kan het beter. Niet, nou ja, je wilt dit niet zien zeg maar, als het schoon is. Nu hebben ze een ander beton. Dat heeft Gerjan zeg maar, geregeld. Dat er een iets... smeuiger beton komt, zo zei hij het, hè? Is iets smeuiger was het. Zoeken als je een nieuwe centrale? Elke mix zeg maar, uit een centrale kan anders zijn. Dus je moet ook altijd even weer aftasten met de centrale van welke kwaliteit je krijgt. Je kunt zo zien bij de kolommen al dat het een... betere. Ja, dat, dat je minder luchtbelletjes hebt. Dus je hebt niet alleen maar beton, maar je hebt beton en beton. Oh, vele. Heel veel. Jij staat nu in de garage, hè? In de garage, ja. Nee, ja, hier hebben we dus zeg maar de ingang. Hier kom je bij een trappenhuis uit. Hier komen, dan gaan we naar het trappenhuis. Waar is de lift dan? Hier om het hoekje. Hm? Als hij daar omvalt, zijn we al verkeerd. Ja, dat is waar. Hij heeft een helm ook in zijn. Nee. Nou, dat geldt voor ons ook. Dit wordt nu klaargemaakt om weer beton in te storten. Ja. Ja, zijn ze weer kist aan het maken rond het staal. Dus het is eerst vorige week hadden ze het staal allemaal gemaakt. Ja. Dat is een weekje geleden ongeveer waren ze mee bezig om het allemaal te stellen. En dan heb je dus die afstandhouders. Ze maken het allemaal aan elkaar vast, want je moet ook die verbinding hebben. En dan met die afstandhouders dan komt die kist er tegenaan. Zodat je voldoende dekking hebt. Ja. Want anders komt je beton bijna bloot te liggen. En dan roest het weg straks. Pak je ook met de spoel dat je terug. Ja, dat is net. Yes, you have. Er komt nou weer een kist nog aan, zo volgens mij. Grote. Een grote. Lijkt het. Maar Martjan, is het nou een beetje zoals jij het op tekening bedacht hebt? Nou, wat ik zo zie wel, ja. Maar het is nu nog wel moeilijk te zien, hoor. Ja. Je moet nog wel een beetje voorstellingsvermogen hebben om het goed te zien. Femke, let jij nou op andere dingen dan Martjan? Misschien meer organisatorisch. Van heeft hij het goed op orde en straks de veiligheidsmaatregelen. Maar we zijn nog niet op hoogte, dus dat is ook nog niet echt aan de orde. Hè, want dan heb je echt over kisten en over of een stijger goed werkt. Of, maar goed, dat jij al niet zomaar op de bouw mag komen, stelt ons al heel erg gerust dat dat goed zit.
Femke heeft het over organisatorisch, maar het is vrij vol hier. Ja. Zeker op het moment nog, hè, dat er nog een bult zand in het midden ligt en ze kunnen er nog niet mee weg. Dus al die ruimte heb je nodig, keihard. Nu zijn de woningen een beetje parkeerplaats voor soms al het wel even, gereedschap. Ja, voor de grote kisten, ja. Ja. Dat zijn die platen waar het beton tussen gaat, dat heten de kisten. Ja, betonkisten, ja. Ja, dus dat wordt een beetje soms even geparkeerd, ja. Ja, wat kan je controleren? Je gaat geen wapening controleren, dat doet dan dus de gemeente. Ja, die doet het wel. Ja, die controleren of het wat ingeleverd is. Dus wat de tekening ingeleverd is met de wapening. Dat doe jij niet, dat controleert de gemeente. Dat controleert de gemeente, ja. Dan sta je bij een soort piepschuim met beton eroverheen. Ja. Vloerdelen, begane grondvloerdelen. Die liggen ook in de woningen. Die leg je altijd op de begane grond, zodat ze goed geïsoleerd zijn. En dat wil je, de EPS is niet altijd het materiaal wat je wil gebruiken, maar dat is nou een keer met vocht en met alle zaken. Dus dit toch het beste wat je als afsluiting kunt krijgen. En wat is het? 30, 35 centimeter? 35? Ja, het totale pakket is 35. Ja. En dan komt er nog 5 centimeter aan dekvloer op, 40 centimeter. Die wordt erop gestort? Ja. Lekker in de tering. Oh, ja, dat moet je echt doen. Dat moet je altijd pakken.